Mijn naam is Imke Elshoff, ik ben 27 jaar, ik woon momenteel in Nijmegen en ik ben een aantal jaar geleden opgeleid als pedagoog en ik werk nu binnen de jeugdzorg, wat heel erg leuk is, maar soms ook heel erg verdrietig en heel veel negativiteit. Dus ik ben eigenlijk toe aan een carrière switch. Daarnaast heb ik als vrijwilliger lange tijd gewerkt voor een lokale omroep, eigenlijk de lokale omroep van Nijmegen, RN7. Daar heb ik ooit mijn eigen programma mogen maken over het thema geluk. En ik heb verschillende keren als sidekick mee mogen werken aan verschillende radioprogramma's. En daarbij heb ik ook wel de liefde voor de radio ontdekt. Als ik nou antwoord moet geven op de vraag wel of geen geurkaars, dan zeg ik absoluut een geurkaars in huis. Een geurkaars staat voor warmte, een geurkaars staat voor gezelligheid, een geurkaars staat voor een heerlijke geur. Moet je wel de juiste geur natuurlijk uitzoeken. Maar ik hou ervan. Echt, love it. Ik zit hier nu en ik zie daar een geurkaars staan. Ik zie daar een geurkaars staan. Ik zie daar een geurkaars staan. Ik weet dat ik er nog eentje in mijn badkamer heb. Eentje in mijn slaapkamer. Ik ga ze niet allemaal laten zien, want dan wordt het filmpje denk ik te lang. Maar ik hou van geurkaarsen. Het is wel belangrijk om maar één geurkaars tegelijk aan te zetten. Want als je de verschillende aanzet, dan krijg je weer een mix van geuren. En nee, daar word ik dus ook weer niet helemaal blij van. En de tweede vraag die jullie natuurlijk hebben gesteld, welke app gebruik ik het meest? Dan moet ik toch wel gaan voor TikTok. TikTok is natuurlijk een hele nieuwe app. TikTok is een hele verslaafde app vooral. Ik wil er eigenlijk ook minder op kijken. Maar het is voor mij gewoon net een encyclopedie. Het staat boordevol tips met hoe ik mijn gootsteen het beste kan schoonmaken. Tot lifehacks over persoonlijke ontwikkeling, over grappige filmpjes. Ik vind het gewoon echt een heerlijke app. Dat was het. Wie weet, tot snel.